Yo, kijkers en hartstikke welkom bij een nieuwe aflevering van de Conquest-serie. Want ja, er is weer een heleboel gebeurd. Als jullie een beetje andere kanalen die Conquest uploaden in de gaten houden. Ja, dan kan je wel een beetje zien wat er allemaal nieuw is. En ja, ik heb vandaag een hele speciale gast meegenomen. Dus kom maar met de deur in huis. Knak, knak. Hallo. Wow. Hallo, kom binnen. Welkom bij mijn Conquest. Ja, wat is het eigenlijk? Gewoon de display, de... Hoe noem je dit? Want jij hebt dit eigenlijk gebouwd, denk ik. Ja, ik heb het meer gebouwd om even te laten zien wat er allemaal was, maar het is niet echt... Je denkt van, wow! Dat was Duke and Red One. Ja. Maar dit zijn allemaal nieuwe blokken in Conquest Vanilla. Ja. Want we hebben het nou niet over de mod, we hebben het gewoon over de normale texture pack. Dus als jij een milkshake vanille neemt, wat zit er allemaal bij in? Laat eens even zien. Precies. Daar zit er bij in. Kom eens hier. Ja, oké. Okay. Kijk goed naar mij, hè. Flyhacks. Huh? What the fuck is dit? Dit lijkt meer een... Dit is een chocobox. Oh, maar dit is ook gewoon echt een tasje, of niet? Ja, en kijk. Lol. Oh. Dit zijn dus eigenlijk... Wat is dit? Een mand met appels? Ja, en hier zit een mand met sla in. Hier zit een mand met... Zijn dit diamonds? Geen emeralds? Een krab met emeralds? Oh, kan ook. Dit is een... Diamonds. Diamond. Gold ore. Ja. Gouden muntjes. Dit is een normale kist. Kijk wat erin zit. Diamonds zit erin. Oeh, diamonds in de sky. Maar goed, vis. Sla. Koekjes zijn dit toch? Is dit ja, niet jouw basket? IJzer. Zout. Kleding. Wat is dit voor een? Dat is een monster. Oh ja, zoals in de echte monsters dus ook hebben. Oké. Okay. Ja. Maar goed, dat is niet alleen het enige. Want kijk eens naar deze mooie ronde deur. Wow. En klik er eens op, pak hem eens. Oh, en wat is het dan? Ik kan een... Oh wacht, dan moet ik even in game mode gaan. Slash game mode 1. Dan heb ik een dark oak door. Ja, want het lijkt een iron door. Normaal is een door altijd 2 hoog. Maar daar zie je dus 2,5 hoog. En het is gewoon een dark oak door. Maar ook al ziet hij er helemaal stevig in. Wow. Super mooi voor kastelen. Ja, dat zeker. Maar ook gewoon om je huis schoon mee te maken. Kan ik hem eens slopen? Ja, ja dan tuurlijk. Heb je gewoon nog wel zo. Maar als ik hem zo neerzet, heb ik het ook gelijk. Ja. Oh, nice. Ja. Oh, dit is al 10 keer vetter. En deze heeft het ook een beetje, of het lijkt zo. Die heeft het ook een beetje. Alleen die, dat komt gewoon puur door de tetjes aan de zijkant bovenin. Ja, oh ja, ik zie het al. Het lijkt een beetje schaduw, maar eigenlijk is dat niet zo. Nee, precies. En voor de rest heb je, kijk, deze deuren, dit is ook gewoon deuren. Maar lijkt die zou je als houten panelen kunnen gebruiken. Ja, klopt. En dan heb je hier nog een gewoon normale deur. En hier heb je ook gewoon de oude vertrouwde deuren. Ja, zijn maar kijk ook doors? Ja. Nee, het is een spruce. Oh, spruce. En ja, oké. Zijn er ook eruit dan? Even zien hoor. Mag er maar eens heen. Ja, hier. Dit zijn dan nog de oak. Maar die lijken wel een beetje op de simpele spruce. Ja, maar goed. Oh. Daar. Oké, maar als we dan meteen achter kijken, wat zie je anders aan die bomen? Nou, die bomen die hebben allemaal... Ja, het lijkt wat meer vlakker, realistischer, zeg maar. Mm-hmm. Okay, maar ik kan hier wel even plaatsen eentje. Dit zou dan een bosje kunnen zijn, eigenlijk. In principe wel, ja. Maar dit is dus eigenlijk met bladeren nieuw. Dus hoe moet ik dit eigenlijk zeggen? Of hoe noem je dit? Dit gaat nou momenteel alleen nog maar op voor spruce. Want dit is toch spruce? Ja. Ja, spruce. En dit is gewoon een nieuw texture voor spruce leaves. Dat ziet er wel vet uit. Dus dan heb je echt meer dat pine tree idee, zeg maar. Mm-hmm. Nou wil ik wel even een kanttekening bij zeggen. Wij nemen dit op in 1.11. Ja. En dit texture pack is voor 1.12 in principe. Dus hij werkt op 1.11. Maar in 1.12 heb je veel meer nieuwe blokken erbij. En daarvoor is dit texture pack eigenlijk gemaakt. Dus de helft, wat we je nu laten zien, misschien wel 90%. Dat kunnen we niet laten zien, omdat dit gewoon 1.11 is. Ja. Maar goed, daarvoor heb je andere video's. Dus als je het echt tof vindt, doe meteen een duimpje omhoog. En kijk even verder. Ik maak er even iets meer dag. Yes. Want wat hebben we hierachter? Want dit is ook allemaal steen. Wat ook allemaal met connected textures ziet het dit heel is steen, ja. Dit is een normaal steenblok. En... Dit is connected textures, dus dat is een teken dat het in elkaar overloopt. Ja, oh wow. Nice. En je hebt hier ook een soort van dikke gravel doorheen lopen. Oh, Danny is bezig. Ja, sorry, er kwam een auto langs. Yes. ik heb het raam dicht aan. Nee, de gravel, hier zit dus absoluut geen gravel in, maar het lijkt er dus een beetje door. Ja. En door de connected textures, dat zorgt ervoor dat het gewoon, als je allemaal paintings aan elkaar maakt, wordt het gewoon één grote painting. Dat is hetzelfde met dit.
Ja. En als je aan de zijkant kijkt, dan zie je ook stone, die ligt naast gras. Dus dat loopt in elkaar over, wat super vet is. Oh ja, ik zie het. Oh, dit is al 10 keer beter trouwens. Mm-hmm. Dat heb je ook dan als je hem zeg maar, ja, niet zo. En je moet dus echt in de bodem zitten. Ja, hier zie je. Ja. Oké. Okay. En dan heb ik nog een leuk dingetje. Ja. Kijk hier. Oh ja, hier kan je het wel zien, jongens. Dit is gewoon een normale dirtblok. Ja. Kijk, oh, nou loopt het zelfs nog door. Ja, het loopt door, ja. Oh, ook voor deze boom. Voor dit is oakwood en dit is ook oakwood, maar de... Oh, dit is zeg maar omdat er... Oké, maar zoals je hier kan zien loopt dus eigenlijk de dirt over in het hout en in het zand. Want dit is dan zand, zeg maar. Ja, kijk, dit zijn gewoon de wattels. Moet je kijken, zelfs met goud heb je dat. Ja, weet ik. En met voel, alles heb je dat een beetje. Leuk. En kijk, zoals je hier ook kan zien, kijk, ik hak het... Dit is dus Connected Textures, als je kijkt, dan wordt het gewoon één heel groot kunstwerk. Ja. Wauw. Er staat hier gewoon een boot op, zie je dat? Een boot? Ja, of dit lijkt een boot. Ik zie twee draken aan de zijkant, wacht even. Ja, draken, maar in het midden staat een boot. Oh, ja, ik zie het. En hier heb je de Phoenix, maar in zand is dit trouwens al heel vet, want zo lijkt het alsof je echt schatten in het zand hebt bewaard. Mm-hmm. Wow. Kijk maar, dat is echt insane. Kijk, oh. Oh, wow. Zelfs met in de... Dit is echt wel vet. Oh. Ik ben in één keer verdwenen, sorry. Maar wat hebben we nog meer? Dit werkt niet met ijzer, denk ik. Of wel? Oh, ook met ijzer? Oh, dit is al ja, vet. Ja, en dan heb je zelf... Kijk. Ik heb hier gewoon dirt, hè? Ja. Ja, met dirt wist ik al. Laat je al zoiets. Kijk. En wat nog leuker is, ik pak een shovel. Nee, een... Een shovel, toch? Ik pak een schep. Ja. Ah, dat heb ik ook. Kijk, dit is een andere kleur. Dit is gewoon hiermee maak je, hoe heet het nou? Grass pads. Ja. Ah, dit is wel nice. En hier kun je ook weer zien, ik heb hier cobblestone in het midden gebruikt en dirt aan de zijkanten. Dus dat loopt heel mooi in elkaar over. Ja, beter man. Maar goed, dat is niet het perfecte perfect. Dit is sowieso wel perfect. Ik heb hier trouwens ook nog een paar hekjes staan. Ja, deze. Ik vind die ook super mooi. Ja, die witte. Ja, oh. Zo. En gewoon die plankjes, het ouderwetse. Dit is al een beetje meer Oud-Amerika idee. Ja, koloniaal, ja. Ja, koloniaal. Maar ook gewoon de blokken die je hier hebt. Nou, we moeten even verder kijken trouwens. Deze heb je, de polished granite. Die ziet er heel leuk uit om zeg maar ook te verwerken in paren, door de steden heen zeg maar. Klopt. En deze is weer vet voor in de bergen, de diorite. Ja, meer marmer lijkt het. Of ja, dit is normaal diorite en dit is polished. Dit is van Griekenland. Ja. Ja, dat doet me wel weer denken aan Kostja. Ja. Oehoe. Nee. En dan heb je de polished, die is ook wel echt nice. Dit lijkt me een beetje Inca's. Ja, dat vond ik ook. Maar dit is wel echt een vette brik om mee te bouwen. Dat klopt, en uiteindelijk hebben we deze, de andesite. En dat is ook wel echt een mooie om te verwerken in bergen. Mhm. Oké, okay, nice. Dan, er is nog veel meer, nog echt veel meer. Als we hier naar binnen lopen en dan ga jij draai ze om. Oké, wacht even hoor. Ik heb even mijn inventory leeg gemaakt. Ja, ja, omdraaien, hè. Ja, ik ben omgedraaid. Wacht even. Ik kan F5 doen, maar dat doe ik niet. Ja, draai maar weer om. I'm the king. Kijk, Danny heeft gewoon een heel setje aan. Met, holy shit, moet je dat zwaard zien, jongens. Dat is gewoon echt één lang zwaard. Wow. Dat is bijna de grootte van mijn wat? Nee, oh, maar dit ziet er echt wel bruut uit. Ja, het enige wat je in 1.11 hebt, is dat de broekjes nog niet functioneren. Maar in 1.12 zit het wel, toch, Danny? In 1.12 zit het wel, als het goed is, ja. Ja. Dus en dat is gewoon, dit is dus gewoon geen mod, hè? Dit is gewoon een texture pack. Ja. Als je dit texture pack aandoet, dan kun je gewoon dit doen. En dan zijn, nou, jullie zien het vandaag wel, loop naar binnen. Ja, ik ga trouwens eventjes nu even snel wat vermelden. Want ik heb een poll gedaan op Twitter met of we Keenum bijvoorbeeld met deze texture pack zouden moeten doen. En op zich, op dit moment staat het volgens mij voor. Ik weet niet of ik nou een screenshot nu in beeld laat zien die de uitslag van de poll geeft, maar... Ja, ik denk dat wij hier wel veel mee kunnen voor op het Kingdom concept. Dat is zonder meer. Laat ze allemaal eens even langs gaan, Danny. Wat heb je hier? Ja, we beginnen hier. Dit is jouw favoriete armor volgens mij, want dit is de dark dinges. Gaan we die even aandoen gelijk. Zo.
1, 2, 3. Ik gooi ze weg. Wat een bullshit. Zo. 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 Kijk, en dan heb ik dit armor aan. Dit is de Dark Armor, toch? De Dark. Ja, Dark. En dit is de Tournament Armor. Ja, heb jij nou aan, denk ik? Ja. Nee, ik heb een andere armor aan. Oh, hij lijkt er wel op qua chestplate. Ja, maar niet helemaal. De Tourney heet dit. Oh. Tourney, ja. Dan hebben we hier gewoon een Foot Soldier, Light Foot. Je moet niet naar de leggings kijken, want dat is gewoon Diamond. In principe, dit mens is gewoon Diamond. Als jij de Conquest Texture Pack uitzet, dan is het gewoon een Diamond Armor. Ja. Maar hoe werkt dat, Danny? Leg het eens even uit. Want de kijkers die natuurlijk nog deze pack hebben, die zien deze armor en denken van, hey, hoe ga ik nou zelf dat armor krijgen? Leg het zo, hoe maak je dat? Nou, jij pakt een Diamond Chestplate. Ja, ik pak er gaat eentje. Naar... Anvil. En je neemt hem gewoon. Je moet gewoon de name changen naar bijvoorbeeld Knight. Nou, ik doe hem wel eens naar Knight. Knight. Ja, en dan zie ik hier Knight. Ja. En dan... dit... Ja, en dan haal je hem eruit en dan is het dat texture. Dan hebben we dus de Knight chestplate zoals je ziet. Dat is wel nice. In plaats van dus de Diamond chestplate die je eerst had. Dus dan kan je het verschil nog even zien zo. Kijk, nu hebben we dus... Oh, wat? Nu hebben we de Diamond chestplate aan. Die kennen jullie allemaal wel. En nu heb je dus een Tourney aan of een Knight. Je hebt... Ja. Hoeveel nieuwe setjes zitten erbij? 18. 18 setjes. Nou, dan gaan we kijken, want dit is dus de Dark Armor. Ik zou even alles netjes terugzetten voordat ik Danny boos maak. wat is dit voor setje? Want dit lijkt een beetje op Chain. Dit is de Lightfoot Soldier. Oftewel, dit zijn meer de peasants die armor krijgen en die moeten meedoen in een oorlog. De peasant armor dus? En wat hebben we hier? Deze is ook een peasant armor, alleen dat is iets anders. Die is ook een beetje bevlekt met bloed. Oh ja, lijp. Ik heb nu die helm op. Die ziet er wel fucking grappig uit. Dit is de Heavyfoot Soldier. Die lijkt in principe een beetje op de Lightfoot Soldier, alleen ja, die is iets zwaarder bewapend. Iets minder chain. Ja, je ziet het verschil niet echt, maar... Nee. Ja, ik zie wel iets, want deze heeft dan aan beide kanten dat hij dat rode heeft. Ja. Maar goed. Dan heb je hier, ja, pak het er zelf maar vanaf. Je mag zelf wel kijken. Ik moet even kijken dan. Zo. Dit is de Basic Chainmail. Dit lijkt wel een beetje op Assassin's Gear. Maar dit is, even zien. Oh, dit ziet er wel cool uit trouwens. Dit is dus eigenlijk gewoon een soort van chaining armor. Maar ook gewoon weer Diamond Armor. Ja, gewoon allemaal Diamond Armor. Je kan het enchant en alles. Dan is dit... De Dwarven Gear, als ik het goed heb. Dwarven Gear, ja. Dan is dit de Leather Gear. Ja, en de Elven hebben we hier. Ja, Elven Gear is dit. En aan de overkant de Templar lijkt het wel. Ja, Templar, ik vind die echt super vet. Ja, die helm, ja. Die witte helm, dat is wel echt vet. Wacht even, ik ga hem even opdoen. Ga jij hem eens even opdoen, jongen. Oeh. En waar is Danny gebleven? Ik zie alleen nog maar die helm. Ja, je ogen staan te laag lijkt het wel eigenlijk. Ja. Maar dat komt misschien door je texture of door je eigen skin. Wat heb je hier voor armor? Dit is de Knight Armor. Maar dit kan ook bijvoorbeeld... Ja, je hebt zoveel verschillende armors uit de medieval period. Dus ja. Dit is de Knight Helmet. Dan hebben we dit is volgens mij de Norman helmet en armor, dus zo een beetje de Franken zijn dat, dus wat vroeger Frankrijk was. Ja. Dan hebben wij hier jouw armor staan. Ja, dit is eigenlijk Majestic, zeg maar. En dan zal ik het even laten zien door op F5. Kijk, ik heb nu al een kroontje, maar nu heb ik nog een mooiere kroon. Hé, hey, mooi. En dat is dus gewoon een Diamond helmet. Gewoon dezelfde prestatie als een Diamond helmet, ook als je ze enchant. Het is gewoon een Diamond Helmet, alleen het ziet er anders uit. Ja, ik vind hem fucking cool trouwens, die kroon. Dan heb je hier Roseplate. En Roseplate, dat is meer voor high, ja, voor rijke bitches. Dat zijn zeg maar van de lords van een kingdom. Bijvoorbeeld jij zou op kingdom zou je bijvoorbeeld zo'n set met gear krijgen omdat jij royal bent. Ja, dat zou kunnen, ja. En dat is hetzelfde met Templars. Ja, Templars zijn dan zeg maar een beetje de elite knights in een kingdom of zo, weet ik veel. En wat is dit voor setje? Dit is Viking. Viking? En de laatste is? Gewoon leather. Ook gewoon weer leer. Oké. Ja. Nou, dit zijn heel wat nice armors. En dan kijken we in deze kist, denk ik. Mag ja, ik... kijk er maar eens in.
Yes, wat is dat dit? Dat zijn allemaal coins. Een currency. Yep. En dit zijn eigenlijk gewoon nuggets. Ja, dus je hebt... Je hebt iron nuggets aan de linkerkant en gold nuggets aan de rechterkant. En totaal zijn het er 64 van elk. Ja. Alleen, ja, ze zien er uit als coins. Ja, het ziet er fucking nice uit trouwens. Oké. Okay. Ja, super vet hè? Echt super vet. Is wel echt wel cool. Maar, goed, we gaan door, want dit is het grote. Ja. Want ik zie allemaal wapens, maar... Oh shit, moet je kijken, hij heeft gewoon een... Wat is dat, een dwergenbijl volgens mij? Ja, een dwarf axe is dit. Een dwarven axe. Ik mag er ook eentje kiezen. Ik ga voor de bastard sword. Oh, die is ook wel een stuk langer zeg. Mhm. Dan pak ik de longsword. Ha. Ja. Oh, dat is wel nice man. Maar ook gewoon die zwaarden zijn gewoon een stuk langer dan ze in de game zijn. Een broad axe is dan echt een bijl. Ja, en dan... kijk, ik heb comparison heb ik hier een diamond sword. Dus gewoon, dit zwaard ziet er normaal uit in Conquest. Dit is een normaal diamond sword. Ja. En ik pak nou eventjes, kijk, ik doe die even daar. En ik pak even zo. Kijk het verschil. Ja, dat is echt wel sick, ja. En hier zijn meer dan 100 wapens van. Gewoon custom. En dit zijn eigenlijk allemaal diamond swords. Oh, nice. Ja. Ook... Oh, deze. Holy shit, hoe lang is dit ding? Oh, kijk. Dit zijn dan echt van die wachters. Oh! Oh, sorry! Nee! 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 Oh, nee. Wat heb ik het verneukt hier? Nee, Danny, je haat me. Danny, je haat me. Misschien kan ik het rollbacken. CO rollback. Ik had... Nee. Ja! Oh nee! Oh nee. Sorry Danny. Danny, sorry. Sorry. Er ligt hier nog wel een heleboel trouwens op de grond. Wacht, ik ga het oppakken. Oh nee, we hadden zoveel mooie wapens hier hangen. Oké, okay, ik beloof je, ik ga je zo mee helpen. Dit is mijn fout. Maar kijk... Oké, okay, ja, voor de mensen die nou niet begrepen wat er aan de hand is... stel, ja, ik zou even snel mijn PT hier afhalen trouwens, voordat ik het verkeerd doe. Maar ik heb er nog een PT hierop staan, de rechter muisknop. Oh, wat? Ah, oké, okay, nou ben ik het zat. Ik heb hier net slash PT opgezet, dan moet het anders af zijn. Ik weet niet, slash non doen we wel. Moment, ik ga even kijken of het nog werkt. Nee, nou heb je er geen last meer van, Danny, sorry, het spijt me. Ik heb wapens opgepakt. Dus we kunnen zo nog even weer wat ophangen. Oké, okay, haal hem niet, alsjeblieft. Maar goed, we gaan... we hebben dus drie bogen, waarvan twee nu echt gewoon gone zijn door Leon. Nou, zoals jullie hier zien, dit zijn eigenlijk gewoon allemaal diamond swords. Het ziet er heel dope uit, ook als je dan een touchpack kijkt. Ja. We hebben ze alleen anders geneemd. En ik heb hier bijvoorbeeld de English Longbow. Yes. Dit is een normale boog, alleen het ziet er iets groter uit. Ja. En dat laatste tekstje, dat ziet er heel raar uit. Ja, waarom? Dat komt omdat het 1.11 is. Dus in 1.12 zou je niet dit hebben, nee, zeg maar. Nee, en ik pak even een anvil. Als ik hem dan bijvoorbeeld... Ja. Elf een longbow noem. Longbow. Sorry. Want dat is een andere. Ja. Dan doet hij dat niet. Zie je? Ja. Nee, maar daar zijn dus drie bogen van. En net zijn een heleboel dingen weggegaan. Maar in ieder geval, je hebt een paar hele vette, zoals ook de Heavy Greatsword. Ja, oh, die is al nice. Ik ga trouwens even een kist neerzetten snel. Waar ik al die wapens in doe, voordat ik ze straks al kwijt ben. Zo. Ja, en ik wil er nog even eentje hebben. Zo. Oké, okay, nou kunnen we verder. En dan kan ik ook wel wat wapens pakken. De Heavy Greatsword. Die is wel echt wel nice, jongen. Die hebt, zoals je ziet, je hebt een... Zwarte extra rand boven je handvat. En daar moet je dan eigenlijk je tweede hand op zetten. En dan heb je zeg maar dat je kan extra pressure kan zetten in het vlees wat je wil gaan snijden. Hè? Mm-hmm. En ik vind deze vet. Oh shit jongen, die is wel echt heel lang. Dit is meer een cavalerie speer. Ja, die zouden de spaarderuiters kunnen vasthouden. Mm-hmm. En je hebt ook een Assassin's Katar en die kan je dan dual wielden. Ja, dual wielden. Kijk, zoals ik nu heb, dan... Ja, je kan dan niet slaan met twee handen, maar het ziet er vetter uit, zeg maar. En dit is dan echt zo'n wapen wat eigenlijk dan kalifaten moeten vast hebben. Dit is echt zo'n... Hoe noem je dat? Van, nou, zo'n in principe, je moet meer denken aan India. Ja, oh, ik zou... Ja, niet Arabië of zo, Saudi-Arabië. Nee, Arabië niet, nee.
Want het origineel komt uit China en India die heeft dat beter gemaakt. Ah, Guandao. Kijk maar, Dao, dat klinkt toch meer Indisch dan dat het... Oh. De Kunda-soort. Ik vind dit grappig, Kanabo. Ja, dit zijn dan die Aztekische Walking Dead, toch? Ja, meer de Walking Dead dinges. Nee. Heb je Glaive? Een dubbel Glaive. Maar wat is nou even... Nu we even alle wapens gewoon hebben gezien, want ja, we hoeven ze niet allemaal langs te lopen. De mensen moeten een beetje zelf gaan kijken. Wat vind jij nou, wat is echt jouw favoriete wapen? Mijn favoriet? Ja. Ja, dat is nog steeds gewoon de longsword. De longsword, puur, ja. Puur omdat het gewoon lekker iconisch is en iedereen kent het wel. Oh ja, Nodachi. Nodachi, oh, die is wel echt nice. Voor fan. Je hebt zelfs een handzaag. Die is wel nice. Ja, handzaag en je hebt de shuriken. En je hebt een hamer. Kijk, de hamer. Tak, tak. En een sewing needle. Dank je brein mee uit. Nou ja. Maar, ja, dat is dit dus. En elk wapen kun je dus gewoon vasthouden. En je kan zelf gewoon mee slaan en alles. Ja. Je kunt de mensen mee killen. In principe is het gewoon... een diamond sword, alleen dan ziet het er anders uit. Ja, of een sneeuwbal zoals hier, dat is een die shuriken. Je ziet, je gooit wel sneeuwballen helaas nog, maar in 1.11 is het volgens mij ook al wel dat je shurikens gooit. Of 1.12, sorry. Ja, durf ik niet te zeggen, ik heb het niet allemaal uitgetest. The Scepter of the Dragons. Wel vet idee voor, of een vet item voor de story in, oh wat is dit? The Scepter of Life? Het is gewoon, ja, het is een soort van tovenaarstokken lijkt het wel. Maar ja, klopt. Vet. Danny. Ja. Het spijt me heel erg. Hopelijk haat je me niet. Nee, ja. Ja. Als compensatie hiervoor, jongens, omdat ik het verneukt heb, moet ik Danny zijn kanaal in de beschrijving doen. Abonneer natuurlijk op Den. Hij is als abonnees kwijt, want hij heeft zijn YouTube-kanaal per ongeluk verwijderd. Dus ja, sub even op hem als je het nog niet gedaan hebt. Ja, doe natuurlijk even dat duimpje omhoog. Dat zou Danny ook heel leuk vinden, hè? Ja. Want hij heeft hier heel veel werk in gestopt. Dan moet je kijken, dit heeft hij helemaal neergezet. Wow. Ja, het ziet er allemaal nog niet heel mooi uit of zo, maar ja. Ik vind het nog wel op zich wel een overzichtelijk iets. Om te zijn. Maar ja, goed. Danny, bedankt voor het laten zien en showcasen van deze nieuwe mod. Wil je hem spelen op Kingdom of weet ik veel, Open Kingdom of in je 1.12 versie. Linkje staat ook in de beschrijving. Je kan hem gewoon downloaden. Zet je hem in je computer, installeer even Optifine op je computer. En dan zou je, als het goed is, zou je moeten kunnen spelen. En ja, dan werkt het allemaal. En de shaders die ik op dit moment gebruik zijn de Conquest of the Sun shaders. Mm-hmm. En ja, die kan je ook wel ergens vinden op de Conquest website. Dus Danny, heb jij nog wat te zeggen tegen de kijkers? Ja, jij ook heel erg bedankt voor het kijken. En Leon, jij ook heel erg bedankt voor het slopen. Ja. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Helaas, de laatste frames zijn een beetje lagging. Maar ja, goed. Later. Bye bye. Bye bye. Bye.